In Nederland staat zo'n 4,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte en 313.000 woningen leeg. Geschat wordt dat er op dit moment zo'n 50.000 mensen via anti-kraakbureaus tijdelijk leegstaande panden bewonen en bewaken. Bewoners hebben echter geen recht op huurbescherming. De overheid en woningbouwcorporaties maken veelvuldig gebruik van deze anti-kraakbureaus. Wat zijn hiervan de gevolgen? We onderzoeken de twee grootste bedrijven, Kamerlot en Adhoc, om te kijken hoe dit wonen zonder huurbescherming werkt. We volgen Natja en Ramses die via Adhoc in de boswijk Bosveld wonen. Deze wijk staat op de nominatie om gesloopt te worden. Yvonne, Harm en Saria wonen via Kamerlot in panden van de gemeente Lisse, waarvan de bestemming nog onduidelijk is. Diederik woont via Kamerlot in een leegstaand pand van een particulier in Den Bosch. Er zijn zoveel woningzoekenden in Nederland. Iedereen bespeurt de mogelijkheden die er zijn. En er is een groot deel van de mensen op de wachtlijst die niet in aanmerking komt voor een urgentie. Maar die wel min of meer urgent een woonruimte nodig hebben. Nou ja, dan zijn er eigenlijk weinig opties. Dus het was of anti-kraak of onder de brug. Nou, dan is die keuze snel gemaakt. Alle tijden kunnen wij het contact opzeggen met een opzegtermijn van 2 weken. Maar wij hebben natuurlijk net zo hard de bewoners nodig als vaak de bewoners ons. Ik ben hier voordat ik Adhoc kwam wonen, was ik 2 jaar dakloos geweest, bijna 2 jaar. VVD Tweede Kamerlid Brigitte van den Burg schreef een wetsvoorstel om het kraken van panden strafbaar te stellen en leegstand aan te pakken. Voorgesteld wordt dat er na een half jaar leegstand een gesprek komt tussen de eigenaar en de gemeente. In samenwerking met anti-kraakbureaus kan er dan een gebruiker voorgedragen worden voor het pand. Als je daar geen bewoners in plaatst, dus anti-kraakwachten, maar het dichttimmert, dan kun je gegarandeerd erop rekenen dat de leefbaarheid en de veiligheid van zo'n wijk per direct omlaag gaat. Je krijgt kraak, je krijgt hangjongeren, je krijgt drugsoverlast, straatprostitutie. Je kunt het je bijna niet voorstellen en dat gebeurt in een paar dagen. Nou, wij betogen dan graag je dat anders moet aanpakken. Heeft u contact met deze bedrijven die het aanbieden? Ja, wij hebben daar wel contacten mee en wij staan er in principe positief tegenover. Kijk, als dat iets is om een bepaalde periode te overbruggen, want het is tijdelijk, dan is dat uitstekend. En dan zijn wij daar voorstander van. Kamerlot is in 1993 gestart in Nederland. En op dat moment had Kamerlot als de eerste in de markt de bruikleenovereenkomst, dus de manier van wonen die tijdelijk wonen mogelijk maakt, zodanig vormgegeven dat je met zekerheid kon zeggen dat als iemand daar tijdelijk woonde, dat hij ook binnen de gestelde termijn weer zou vertrekken en geen aanspraak kon maken op huurwetbescherming. Antikrakers kunnen dus geen aanspraak maken op huurbescherming. Wat is eigenlijk het verschil tussen een huurcontract en een bruikleenovereenkomst? Nou, er zijn twee grote verschillen. Het eerste grote verschil is dat een huurder huur betaalt. En een anti-kraker betaalt alleen voor de energiekosten en soms voor wat stofwering en meubilering. Maar die betaalt in principe niet louter een bedrag voor datgene waar hij in woont. En het gevolg daarvan, het tweede grote verschil, is dat een anti-kraker geen huurbescherming heeft en een huurder wel. Een huurcontract kan niet eenzijdig worden opgezegd door de verhuurder, maar de anti-kraker moet eruit. Je kunt bij huursituaties mensen niet zomaar verplaatsen. Dat gaat in Nederland niet. Om niet aan bewoners vast te zitten, schakelen eigenaren een anti-kraakbureau in. In tegenstelling tot een huurcontract kan het bruikleencontract ten alle tijde worden gestopt, met een opzegtermijn van 2 weken. Wat voor bewoners worden hiervoor gezocht? De belangrijkste is mensen met verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, mensen die eerlijk zijn en mensen die bereid zijn om gewoon met elkaar afspraken te maken. En dat is de reden waarom we ook altijd onszelf verplichten om iedere bewoner die voor Kamerlot gaat wonen, altijd voor een sociale screening op een van onze kantoren in Nederland, hè, dus Den Bosch, Amsterdam, Den Haag, te ontmoeten. En dan te kijken van, hé, maar wie ben jij dan precies? Want iedereen kan vertellen dat hij erg netjes is, maar we willen het ook een beetje kunnen meten. Okay. En om het zeker te weten dat iedereen doet wat hij zegt,
zijn wij uitgegaan van een heel ouderwets principe. En dat is dat vertrouwen is oké, maar de controle erop is nog veel verstandiger. In de contracten die Kamerlot en Ad Hoc opstellen voor hun bewoners, stelt men dat het anti-kraakbureau zich het recht voorbehoudt om onaangekondigd en ten alle tijde het pand te betreden. Hoe kijken de bewoners hier tegenaan? Komt het bureau wel eens onverwacht op bezoek? Ja, ja, ze kunnen onverwachts op bezoek komen om, even te kijken of dat alles in orde is. Of dat je geen wietplantage hebt of zo. En dan bellen ze eerst aan, maar vervolgens komen ze ook binnen als je niet thuis bent. En dat was één keer zo. En wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik eigenlijk een van de redenen dat ik het niet helemaal... Ja, het is super wonen, maar dat vind ik niet prettig. Ja, het is gewoon niet fijn. Stel, je ligt gewoon met je vriendje in bed en ze komen binnen. Ja, dat is toch niet echt heel fijn. Je komt zomaar in mijn woning onaangekondigd binnen. Het is een stuk privacy. Wie weet heb je bankafschrift op tafel liggen of wat dan ook. Waar in principe niks mee te maken natuurlijk. Je hebt toch een bepaalde mate van privacy. Het is me ook wel eens voorgekomen dat ik na een avond stappen lekker in bed lag en op een gegeven moment in mijn slaapkamer iemand van Kamerlot stond. Van ik wist het niet en ik had geen deur gehoord. Ja, ik ken wel situaties dat kraakwachtbureaus onverwacht langskomen en dan 2 of 3 keer in de maand. Ja, dat is... Ik vind dat te ver gaan. Ik vind die kraakwachtbureaus goed. Natuurlijk, als die willen langskomen, dan moet dat kunnen. Maar dat moet natuurlijk op afspraak. Dat moet van tevoren gebeld worden. Dan maak je een afspraak en dan komen ze langs. Het moet redelijk zijn. Ja, maar de hele bedoeling van een controledienst is... stel, ik noem maar even een heel heftig voorbeeld. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar stel, iemand denkt hier van prima, ik heb een heel groot huis. Ik heb een aantal slaapkamers vrij. En die zegt van oké, ik zet er 20 polen in. Ik noem maar even een zijstraat. En op het moment dat ik die controle zou aankondigen, dan is het heel simpel. Oké, 20 man eventjes eruit, de spulletjes even meenemen. Ik controleer en ik zie niks. En vervolgens... kan hij weer doorgaan met zijn eigen kamertjes onderverhuren, zou ik maar zeggen. Dus ja, wat dat betreft is het niet aankondigen van die controles ook gewoon nodig. Tijdens zo'n controle, wat wordt er dan eigenlijk gecontroleerd? Ja, dat weet ik niet precies. Ze lopen gewoon heel het huis door, geloof ik, om te kijken of dat ze iets raars zien of dat er iets, of dat het er goed uitziet. En een van de 3 keer was het een... was het een zooi hier en dat hebben ze ook opgeschreven. Je zegt, je moet mensen op heterdaad betrappen. Ja, het klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar juist op dat moment kun je zeggen van ja, dit kan niet, dit mag niet, dit doe je goed, dit doe je niet goed. En aan de hand daarvan kunnen wij dan onze actie ondernemen. En als je het echt gaat aankondigen, ja, dan is het heel simpel. Dan zorgen ze dat het trokertje altijd op orde is natuurlijk. Tenminste, dat zou ik dan zelf doen. Dus ja, nee, helaas, dat gaat ook niet met aankondigingen erbij. Die controles die je dan krijgt en de opmerkingen of aanmerkingen die je krijgt over de manier van huishouden, dat vind ik dan een beetje kinderachtig. Maar krijg je meer het idee dat je niet echt op jezelf zit, maar meer eigenlijk begeleid wonen lijkt het haast op, weet je wel. Als je mensen gaat aanmerken over dat er een afwasje staat of dat de kleren op de grond liggen, ja, dat vind ik niet helemaal correct gewoon. Maar wij kunnen niet anders, duizenden mensen die aan het wonen zijn, als wij niet helder, klip en klaar duidelijk maken hoe het zit, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat het een zootje wordt. En dat kan niet. Want het is niet ons pand, jij woont als wildvreemde in het eigendom van een ander. En dat is waar het om gaat. Ik schiet in de stress van de controles, omdat ik durf niks meer in mijn eigen huis te laten slingeren. Want stel dat er een controle komt en ze vallen erover, dan heb ik het weer gedaan. We vroegen mevrouw van den Burg wat te doen tegen deze onaangekondigde controlerondes. Nou, dan moet ze goed kijken wat er in hun contract staat. En als ze het daar niet mee eens zijn, moet ze er vooraf bezwaar tegen maken. Want op zich hebben ze natuurlijk gewoon recht op privacy. Zelfs als je een kamer huurt, mag je... Hospita mocht niet zomaar binnenkomen, dus daar moet je dan goed op letten. En ja, nogmaals, mensen krijgen een contract, krijgen ze voor de neus op het moment dat ze via ons willen gaan wonen. Dan wordt dat ook verteld. Ja, op het moment als jij dan al zoiets hebt van nee, dat wil ik niet, ja, dan moet je niet via ons gaan wonen. Valt daar nog over te onderhandelen? Niet over te onderhandelen, nee. Bewoners moeten dus accepteren dat controleurs ten alle tijde het huis binnenkomen.
Anders kunnen zij niet wonen via een anti-kraakbureau. Valt daar ook iets aan te doen? Als Kamerlot echt mensen lastig valt, in de zin dat je niet eens meer een douche kunt nemen, want ja, wie weet komen ze wel binnenvallen. Ja, ja, zo kan het lopen. En dat, ja, het is gewoon te gek, zulke dingen. Nee, dan moet je een ander slot op de deur zetten. Als ze zich onfatsoenlijk gedragen, ja, dan is dat onfatsoenlijk. Dat moet natuurlijk duidelijk zijn. Ja. Maar als dat duidelijk is, dan kun jij je slot vervangen. Onfatsoen hoeft niet getolereerd te worden. Okay. Ongeacht wat verder in het contract staat. Ik heb de gemeente heb ik het verhaal uitgelegd dat Kamerlot iedere keer zonder afspraak binnen kwam zetten. En dat ik me ontzettend in mijn privacy aangetast voel als ik binnenkom en ik weet dat ze geweest zijn. Of als ik aan de telefoon zit en ineens staan er twee mannen in mijn gang. En de gemeente heeft toen per e-mail mij laten weten dat zij toestemming geven om het slot te vervangen. En die hebben me geadviseerd om aangifte te doen bij de politie. Dat heb ik gedaan. En Kamerlot mag nu opbellen of een briefje sturen wanneer ze van plan waren om langs te komen. En dan kan ik laten weten wanneer het mij uitkomt of niet, want ik heb ook mijn afspraken. Als bewoners bijvoorbeeld het slot vervangen, dan tolereren jullie dat wel? Of? Nou, het enige wat we dan zeggen is van waarom was dat? Ja? En dan vervolgens is het van doe ons even een kopie dan. Want wij beheren de sleutels van alle panden. Dat moet ook, want wij verlenen die dienst van als er iets is, moeten we er ook bij kunnen. Dus dat is wel verplicht dat dan de sleutel komt? Ja, en dat is ook helemaal niet iets wat niet mag of zo. Dat is gewoon legaal. Okay. Alleen, als je iets huurt, is dat niet normaal. Ja, wij verhuren helemaal niks, daar komt het door. Het is een manier van denken die we allemaal gewend zijn. Dat is niet erg, maar wij doen geen verhuur. Ik had een kluisje staan met privé spullen erin. En de vrouw die voor Kamerlot werkte, die dit project leidde, die heeft de sleutel van die kluis gevonden en die heeft dat kluisje opengemaakt. Ja, dat is helemaal te schofterig voor worden natuurlijk, ja. En heb je haar ook daarop aangesproken? Ja. Ja, dat vond ze nodig, blijkbaar. Ja. Ik wilde graag mijn legitimatiebewijs hebben, mijn paspoort, en die had ze in mijn kluis gevonden. Maar ja, zij wist van tevoren niet dat die in die kluis lag. Ik heb wel een gesprek gehad met de directeur van Kamerlotbeheer. Die vond dat ik de sleutel niet gaf, want ik heb een ander slot ook in de deur gezet. Als ik de sleutel niet gaf van het nieuwe slot, dat hij het contract met mij op ging zeggen. Ofwel het contract op ging zeggen met de eigenaar van mijn pand. De eigenaar die wist helemaal niet dat Kamerlot zonder toestemming woning binnentrad. En het is ook niet gebruikelijk als er woningen verhuurd worden of wat dan ook, dat een huiseigenaar zomaar bij iemand binnenkomt stappen. Dus de gemeente die wist ook niet dat Kamerlot een soort overvalpraktijk erop nahield. Bij huur kan de verhuurder dus niet zomaar binnenkomen. Waarom geldt deze privacybescherming niet bij bruikleenovereenkomsten? Yvonne ging op zoek en vond het volgende uit. Artikel 12 lid 1 van de grondwet zegt dat niemand zonder toestemming een andermans woonruimte binnen mag komen. Dus het moet in alle tijden in afspraak gaan? Ja. Heb je daar Kamerlot ook mee geconfronteerd? Ja. Wat was daarop hun antwoord? U hoort nog van ons. En toen werd het stil. Doordat ik ze geconfronteer met privacywetgeving, dat ik ze het een beetje in een lastig pakket breng. Ja. Maar de meeste mensen die anti-kraak wonen zijn natuurlijk heel erg bang om iets te zeggen, omdat ze zonder opgavereden binnen 14 dagen uit de woning gezet mogen worden. Na dit interview werd ik gebeld door Yvonne. Kamerlot laat het vervangen van het slot toe, mits zij deze situatie niet aan andere bewoners doorvertelt. We vroegen hoogleraar volkshuisvesting Hugo Primus om zijn visie te geven op deze situatie. En ik denk dat ook voor antikrakers geldt dat huisvrede, dat zit ongeveer in de categorie van de grondrechten.
Ja. Maar probeer dat maar eens binnen een bepaalde periode via de rechter getoetst te krijgen en ook gecorrigeerd. Dan moet je heel veel geduld hebben. En dat is bijna een tegenstelling tussen tijdelijke verhuur en langdurige rechtsgangen. Als ik het hoor, dan hoor ik dus een hoogleraar volkshuisvesting en een advocaat in huurtaal praten. Als je een huurovereenkomst hebt, dan hebben die mensen 100% gelijk. Dan mag je helemaal dit soort dingen niet doen. Maar we hebben geen huurovereenkomsten. We hebben zogenaamde bruikleenovereenkomsten. Kamerlot en ad hoc stellen dus, doordat ze mensen huisvesten op basis van bruikleencontracten, zij de privacy van bewoners mogen schenden. Je hoeft ook niet te proberen te zeggen dat je die dag niet thuis bent en dat je er geen zin in hebt ofzo. Ze stellen zich niet echt open op. Je hebt altijd een soort van onuitgesproken gevoel van, oh jee, ik moet wel oppassen wat ik zeg, anders dan word ik er misschien uitgezet. In de contracten staat vermeld dat de bewoners niet is toegestaan interviews te geven aan de pers over het wonen via Kamerlot, zonder hier vooraf toestemming voor te hebben gekregen. In principe mag je volgens het contract zelf, ik doe zelf wel eens een jointje roken, en in principe mag dat dus niet hier binnen. Weet je ook wat voor sanctie daarop zou kunnen staan? Nee, dat weet ik niet. Volgens mij geen boetes, maar gewoon een tijdje uitzetting ofzo. Dat ze dan het ergste wat ze kunnen doen is inderdaad per direct jou het huis uitzetten. Als je niet voldoet aan de eisen, dan krijg jij een waarschuwing. Ben je 2 keer gewaarschuwd, dan kun je dus vertrekken. En dat is dat klinkt heel erg streng, maar het werkt buitengewoon goed. Dus doen we dat. In de contracten die ad hoc en Kamerlot opstellen, staan tal van voorwaarden die in normale huurcontracten niet staan. Naast het verplicht netjes en representatief houden van de woning is het bewoners niet toegestaan softdrugs te gebruiken, iets aan het pand te veranderen, contact op te nemen met de eigenaar van het pand, logees te ontvangen zonder hier toestemming voor te hebben gekregen of bezwaar te maken tegen procedures met betrekking tot het pand. Als je een overtreding begaat, dan kost je dat geld. Hoeveel geld gaat het? Dat gaat om €25. Het is niet de wereld, maar het is voldoende om mensen er even bij te houden. En daar gaat het om, want alle andere manieren werken niet. Mag een anti-kraakbureau eigenlijk wel boetes opleggen aan bewoners? Dat de boetebepalingen, de boetebedingen op onzin zijn gestoeld, dan zou ik daar nou ook niet te hard van uitgaan. Dat gewoon geïnd kan worden. Als daar een rechter aan te pas zou komen dat je dat gewoon niet wilt betalen. Want ook dan moet Kamerlot eerst naar de rechter. Ze kunnen niet zomaar een deurwaarder inhuren die wel beslag op jouw bankrekening zou leggen, omdat je zo'n bepaling in het contract hebt overtreden. Ja, ze zeggen op dat moment het recht hebben om jouw spullen als onderpand te houden. Nee, dat is onzin. Nee, dat kan niet. Ja, het probleem denk ik van de meeste huurders of antikrakers, dat is dat zij meestal niet in de positie verkeren om zaken ook eens juridisch aanhangig te maken. Hè? In een normale huurrecht mag een verhuurder geen omineuze bepalingen in het huurcontract opnemen. Ik denk van dit hoort helemaal niet. Hè. Je maakt nou eigenlijk misbruik van je positie. En dat kan door een rechter worden getoetst. Het zou het beste zijn als dit type regels door de rechter zouden worden getoetst. Hè. Kun je dat in alle redelijkheid wel vragen. Bruikleengever staat niet toe dat het pand bewoond wordt door minderjarigen. Wanneer dit wel gebeurt, bijvoorbeeld door het bruiklener bevalt, is dit voor bruikleengever een gegronde reden om de bruikleenovereenkomst op te zeggen. Dit betekent dus dat je dus geen kinderen mag krijgen van de firma Kamerlot. Wat is nou die angst die je hebt? Nou, het is misschien ook wel moeilijk te begrijpen, maar kijk, een huis is een van de meest fundamentele dingen van je bestaan waar je zekerheid uit ontleent. En tegenwoordig vind je niet zomaar een nieuw huis. Maar je hebt dus wel in een contract staan dat je er binnen 14 dagen uitgezet kan worden. En dat is nogal een korte termijn. En het is ook zonder opgave van reden. Dus enige subjectiviteit daarin kan je ook niet uitsluiten. Dus als je gewoon lastig bent, zouden ze je zo uit kunnen zetten. Dus het is gewoon oppassen met wat je doet, wat je zegt. Bewoners moeten dus voldoen aan alle aanwijzingen van het anti-kraakbureau. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een boete of contractopzegging.
De 150 bewoners in de Bossenwijk Bosveld hebben te horen gekregen dat zij moeten vertrekken. Hoe gaat zo'n oplevering eigenlijk in zijn werk? Mensen die er een jaar zitten, die hebben niks nieuws. Mensen die er 6 weken zitten, die hebben ook niks nieuws. Dus dan vraag ik me toch af hoe dat systeem dan eigenlijk precies werkt. Tot nu toe moet ik zeggen, de dames op kantoor krijgen het vaker voor elkaar dan dat ik voor mogelijk had gehouden ooit. Maar het is zo'n project als hier, er zijn gewoon te veel mensen die tegelijkertijd verhuizen. Dus die kunnen we helaas niet allemaal iets aanbieden. Want het is zo'n oplevering, zoals je ziet, gaat hier met ruim 100 tegelijk. En woningen die binnenkomen, dat is altijd per 1 of 2 of 5 hooguit. Maar daar houdt het dan ook bij op. Het is gewoon, het aanbod is op dat moment gewoon eventjes veel kleiner dan de vraag. Dus ja, goed. Er zijn er echt maar een enkele die een vervangende woning hebben gekregen. De rest staat, moet je gewoon zelf op zoek gaan naar iets anders. Dus wat dat betreft, ik sprak hier gisteren toevallig iemand, die zat hier 4 weken. En die moet nou dus weer verkassen, geen vervangende woning. Zijn zus zat hier al iets langer dan een jaar en die heeft ook geen vervangende woning. Dus wat dat betreft, ja. Dus eventjes tijdelijke bewoning voor die mensen. Dat zeg ik ook altijd met contractbesprekingen en dergelijke. Van zorg dat je altijd een vervangende woonruimte hebt. Want ja goed, je hebt hier 2 weken opzegtermijn, is heel erg kort. Maar ja goed, daardoor kan het dus zijn dat we niet altijd iedereen iets kunnen aanbieden. Die garantie kunnen we helaas niet geven. Ondertussen kun je bij Althok eigenlijk alleen maar voorgedragen worden door iemand die al iets huurt via hun. En dat had dus een vriend van mij gedaan. En die belde dus net al op van, en hoe ver is het met je verhuizing? Ik zeg, het duurt allemaal wat langer dan gepland. En ik zeg, het zit allemaal wat tegen. Ja, want Ad-Hoc die loopt mij ook al helemaal suf te bellen. Gewoon, waarom jij nog niet verhuisd bent gewoon. Dus dan in plaats van dat ze mij dan gewoon even opbellen. Om te zeggen van, en hoe zit het? Dan gaan ze dus diegene lastigvallen die mij heeft voorgedragen. En dan vind ik, ja. Dus het systeem werkt wel zo dat degene die jou voordraagt ook eigenlijk een beetje verantwoordelijk is voor jou? Ja, een beetje wel, ja. Dus heel vervelend voor Ray. Sorry, Ray. Ja. Maar ik zeg al, ik heb hier ook niet om gevraagd. Ik had ook niet durven denken dat het zo zou tegenzitten. Heeft hij druk op jou gezet? Van... Ja, nou goed druk. Vriendelijke druk, weliswaar gewoon van, anders zet het alvast buiten. Of ons willen echt die opleverdatum van 5 uur. Die willen ze echt gewoon hebben gewoon. Dus het begint er nou steeds meer op te lijken dat ik dan toch maar even wat spullen naar buiten ga zetten. Wat vind je van deze pressiemethode van Ad-Hoc? Ja, kinderachtig. Geen ander woord voor eigenlijk. Ondertussen hetgeen wat duidelijk is dat je gewoon anti-kraak zit en dat je gewoon moet verkassen als zover als nodig is, weet je wel. Maar ondertussen had ik had wel verwacht dat ze me niet veel tijd zouden geven, maar 2 weken dat is wel heel erg kort. Wanneer bewoners het pand niet tijdig, leeg en bezemschoon opleveren, geldt een boete van €500 per dag. Woningbouwvereniging Zaaiers gaf de 150 huizen bij Ad-Hoc in beheer. Waarom laat een woningbouwvereniging haar huizen beheren door een anti-kraakbureau? Nou ja, wij werken nu met Ad-Hoc beheer samen. Dat wil zeggen dat de huurders die wij verhuizen de laatste echte huurders zijn. Ad-Hoc beheer is ook geen... Die huurt die woningen ook niet van ons, maar beheert voor ons de woningen. Dat wil zeggen dat de mensen die zij in die woning neerzetten, formeel gezien ook geen huurders zijn. Ze betalen ook geen huur, maar gebruiksrechten aan Ad-Hoc om van die woning gebruik te maken. Daarmee maak ik ook duidelijk dat wij een relatie hebben met Ad-Hoc beheer, als beheerbedrijf, en niet met de mensen die uiteindelijk in de woningen terechtkomen. Een Ad-Hoc beheer is verantwoordelijk om de mensen die uit die woningen weer eruit komen, om die weer in andere huisvestingen voor te vinden. De 150 mensen die via Ad-Hoc woonden in de wijk Bosveld moesten allemaal binnen 2 weken vertrekken. Zowel woningbouwvereniging Zaaiers als Ad-Hoc stellen niet verantwoordelijk te zijn voor herhuisvesting. Ja, ik heb een aantal contracten bestudeerd en er is eigenlijk geen enkele anti-kraakorganisatie die kan garanderen dat er vervangende woonruimte is. Nee, garanderen niet, maar er zit natuurlijk wel een verschil tussen dat je zegt ik bied alleen dit contract aan en verder niks. Of dat je je best doet om het iemand rond te laten. Nee, ze doen allemaal hun best. Volgens mij doet de ene meer zijn best dan de andere als ik het zo hoor. De gemiddelde woonduur bij Ad-Hoc en Kamerlot bedraagt 8 maanden. Bij beide bedrijven wonen circa 10.000 bewoners.
Dit betekent dat elk jaar ruim 20.000 mensen verplicht moeten verhuizen, zonder enig recht op vervangende woonruimte. Wat is eigenlijk de reden dat mensen tijdelijk gaan wonen en niet voor een normale huurwoning kiezen? De hoofdreden is dat ze niet in staat, dat die mensen niet in staat zijn ergens in Nederland, of het nu een grote stad is of een regio, een kleine stad of een dorp, ze zijn niet in staat om snel een betaalbare woning te vinden. Dat is dus ook de reden waarom ik anti-kraak ben gaan wonen. Omdat de wachtlijsten via woningbouw zo lang zijn. En 3 jaar staat er al voor voordat je voor iets in aanmerking kan komen. Mensen die anti-kraak wonen kunnen dus moeilijk op de reguliere woningmarkt terecht. En komen daardoor in een positie zonder huurbescherming. Toch betalen bewoners wel degelijk vergoedingen aan het anti-kraakbureau. Maar die worden geen huur genoemd. Waarvoor betalen ze eigenlijk? Kijk, ze betalen eigenlijk niks, hè, behalve dan gas en licht en dat soort zaken. Dus er zit geen prijs op. Nou, het feit dat ze geen prijs betalen betekent ook dat ze, zeg maar, binnen 2 weken of zo, dat staat standaard in die contracten, ook weer ergens anders moeten kunnen gaan wonen. Nou, dat is de consequentie van de keuze die je op zo'n moment hebt gemaakt als huurder. Ik betaal natuurlijk net ging wonen €165, dat staat hier ook op. En dat is een maand of 2 maanden geleden is dat verhoogd naar €170. Okay. En dat is inclusief water en licht? Gas, water en licht betalen zij niet, dat betaalt de pandeigenaar. De gemeente die betaalt gas, water, licht. En dus heb ik de indruk dat die €340 gewoon huur is. Yvonne heeft via de wet openbaarheid op bestuur het contract dat de gemeente Lisse heeft met Kamerlot opgevraagd. Hieruit blijkt dat de gemeente voor het bewaken en beheren van de panden niets betaalt, maar dat ze enkel moeten betalen voor de nutsvoorzieningen en alle andere gemeentelijke heffingen. Dit terwijl bewoners dachten voor deze kosten te betalen aan Kamerlot. Ik las dat op internet, dat als je via tijdelijk beheer of anti-kraak woont, dat er alleen voor de nutskosten betaald wordt. Zitten er verder nog kosten op? Het kan variëren. Je betaalt in ieder geval voor de structuur waarop bedrijven functioneren. En het varieert per situatie. Die anti-krakers betalen natuurlijk een bepaald bedrag over het algemeen. En vaak is slecht uitgemaakt in het contract waar dat voor betaald wordt. Als ze natuurlijk €150-200 betalen voor een kamertje van 3x3, kan je wel aannemen dat de energierekening daar niet door wordt gedekt. En dan blijft er dus nog een fors bedrag over. Dat kan dan alleen de kale huur zijn. En dan hebben zij dus kale huur te betalen. Okay. Dus als ik het goed begrijp, als er meer wordt betaald dan de nutsvoorzieningen, ja, dan is er sprake van een huurovereenkomst. Nee, inderdaad. En het moet natuurlijk een beetje een substantieel bedrag zijn. Als het 25 of 30 of €50 meer is dan wat je naar inschatting voor de energie zou hebben te betalen, dan is er eigenlijk niet van huur sprake. Ik vind zelf, het moet meer zijn, het moet toch wel €100 zijn. Bewoners Natja en Ramses betaalden ieder €120 vergoeding per maand aan ad hoc. Nutskosten werden apart aan de leveranciers betaald. Diederik betaalde €170, Yvonne, Harm en Saria €340 per persoon. Nutskosten werden in beide gevallen door de eigenaar van het pand betaald. In geen van de gevallen werd het anti-kraakbedrijf dus betaald voor de nutskosten. Er wordt dus meer dan €100 vergoeding betaald. Hierdoor is er volgens de juristen geen sprake meer van een bruikleenovereenkomst, maar van een huurovereenkomst. Ergens betaal je gewoon structureel voor het bewonen van een pand. Dus ik beschouw het gewoon als huur. Dat doen wel meer mensen, zo voelt dat ook gewoon uit je portemonnee. Maar je kan geen huurbescherming krijgen. Dus we hebben een bepaalde vorm van vergoeding. Ja goed, andere mensen noemen het huur, wij noemen het zelf een vergoeding. Want ja, nogmaals, met huur kun je dus weer recht opbouwen. Dus vandaar dat wij er gewoon ook in termen gewoon heel voorzichtig in moeten zijn. In 1999 begeleidde Peter Commandeur een kort geding, aangespannen door 9 anti-krakers. Zij probeerden te voorkomen dat het pand onbewoond doorverkocht zou worden. Zij betaalden iedere maandelijkse vergoeding van €450, veel meer als een onkostenvergoeding. De rechter besloot dat aan alle elementen van een huurovereenkomst werd voldaan en de bewoners konden in het pand blijven wonen.
Als huurders echt rechten gaan opbouwen, ja, dan zou het niet veel verschillen van een gewone woningbouwvereniging. En dan zou het ook niet legaal zijn. Ja, goed, de wet weet ik dan niet precies hoe dat werkt. Maar dat hebben gewoon onze hoge jongens op kantoor uitgedokterd. Ja. Maar ja, dan zouden wij dus ook die mensen niet eruit krijgen. Dus ja, dan heeft heel onze zorg die wij in zo'n wijk hebben, heeft dan gewoon eigenlijk helemaal geen zin meer op dat moment. Antikraakbureaus mogen dus geen huur vragen. Wanneer bewoners immers huurrechten opbouwen, kan men niet zomaar van hen af. Terwijl dit juist de reden was om het antikraakbureau in te schakelen. De 150 mensen die via ad hoc in de Bossenwijk Bosveld woonden, betaalden ieder een vergoeding van €120 per maand. Op jaarbasis komt dit neer op een bedrag van €216.000 aan bruikleenvergoeding. Is het voor een antikraker mogelijk om de kosten van het antikraakbureau inzichtelijk te krijgen? Ik moet zeggen, dat is erg lastig. Over het algemeen weet men dat niet bij het antikraakbureau. Als het natuurlijk voor een rechter moet komen, dan moeten ze toch duidelijkheid over de situatie geven. Maar over het algemeen doen ze dat pas wanneer het voor de rechter ligt en niet daarvoor. Ze wilden het gaan verhogen met €350. Ja. En vanwaar komt die verhoging vandaan? Heb je ook inzicht in die kosten die Kamerlot had gemaakt? Nee, ik weet het. Yvonne, die heeft zich daar al nog even sterk en boos over gemaakt. Die heeft ook gevraagd van laat nou zien hoe die kosten zijn opgebouwd. Maar dan krijgen ze gewoon nul op het request. Geachte mevrouw Wakker, u kunt geen specificatie ontvangen. Dat is niet nodig. U kunt wel kiezen de prijsaanpassing te accepteren of niet te accepteren. In het laatste geval zie ik uw opzegging graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Kamerlot Beheer BV, Remco van Olst. Ja, kunnen deze kosten ook inzichtelijk gemaakt worden aan bewoners? Wanneer ze daarom vragen? Ja. Dan krijgen ze gewoon een afschrift van hoe die kosten zijn opgebouwd? Ja. Oké. Okay. Ja, want ik kwam iemand tegen en die zei van... Die gaf aan van dat de huurprijs die was verhoogd of de bruikleenvergoeding, en die had gevraagd om een afschrift, ja, specificatie van die servicekosten, maar dat Kamerlot die niet wou geven, zeg maar. Ja, hoe moet ik daar nou antwoord op geven? We hebben enige duizenden mensen wonen en jij hebt met één iemand gesproken die iets zegt. Dan zou ik zeggen, laat die persoon dan even contact opnemen, dan kan ik begrijpen waar het om gaat. Geen enkele van de antikraakbewoners geeft aan een specificatie van de kosten te hebben ontvangen. Hierdoor is het ook niet mogelijk om te controleren of er ook huur wordt betaald. Hoeveel hebben jullie in die tijd met z'n drieën betaald aan firma Kamerlot? Bijna €30.000. Ja, een hoop geld. En wat hebben jullie daarvoor teruggekregen naast deze woning? Grote bek als je ze opbelt. Ja. Dreigbrieven dat je ontruimd kan worden als hun administratie niet op orde is. Ja. Intimidaties op je eigen trap als ze binnenkomen zonder een afspraak. Ik heb er geen positief woord voor. Ik kan me geen enkele positieve ontmoeting met Kamerlot herinneren. Nee, ik ook niet. Je hebt weinig privacy. En het lijkt ook wel alsof ze gewoon met twee maten meten. Ze hebben twee doelgroepen. Dat zijn pandeigenaren en bewoners. En bewoners moeten niet zeuren. En als je zeurt, kan je dus opkrotten. Die bewoners die betalen dan €350 per maand. En ja, ze moesten dan voor twee personen betalen. Ze begrepen niet helemaal waarom dat nou was. Maar hey, jongens, stop hier nou mee. Dit vind ik zo'n onzin, met alle respect. Ja, we kunnen ook een ander onderwerp. Nee, maar hou op over die €350. Ik heb het toch echt nu 5 keer achter elkaar heb ik je uit moeten leggen. Ja, stop eventjes. Ja? Dit irriteert mij en ik ga je uitleggen waarom. Ik moet nu 5 keer... moet ik me gaan verdedigen voor iets wat wettelijk en legaal is. Dat vind ik niet acceptabel. Begrijp je dat, Abel? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar een ander onderwerp. Ik heb je toch nu 100 keer uitgelegd hoe het werkt. En hoe moet ik me nou toch verdedigen, beste Abel, tegen één van de duizenden mensen die zich besodemieterd voelt? Hoe kan ik mij verdedigen tegen iemand die €170 betaalt? Terwijl als hij in een huis gaat wonen, €1100 moet betalen. Onduidelijk blijft dus voor welke dienst bewoners elke maand €350 betalen.
Kijk, er zijn 50.000 mensen die anti-kraak wonen, waarvan een groot gedeelte bij Kamerlot, want Kamerlot is de grootste. Dus het gaat niet om één huisje, dat ten eerste. Het is gewoon echt grootschalig wordt het aangepakt. Ten tweede, de gemeente betaalt energiekosten. Dus er is helemaal geen sprake van dat wij alleen een geringe vergoeding betalen. 350 euro is niet gering. Dat is gewoon een aanzienlijk bedrag. En dat structureel. Dus het is gewoon huisjesmelk hoe je het bent verkeerd. Wat ik vertel is niet wat ik verzin. Wat ik vertel is wat het is. Welk belang heb ik er nou bij om te jokken? Niks toch? De circa 10.000 bewoners van Kamerlot Beheer betalen ieder gemiddeld 170 euro per maand. Een voorzichtige schatting leert dat dit op jaarbasis een bedrag is van rond de 20 miljoen euro aan bruikleenvergoeding. Kosten die dus niet gespecificeerd worden aan bewoners en niet als huur mogen worden betiteld. Maar jij gebruikt nu iemand heel ver weg, je filmt mij en je probeert mij in een plek te zetten dat ik constant mezelf moet verontschuldigen voor wat we doen. Nee, zo is het niet. Al 25 jaar werkt dit. Al 25 jaar heeft de bruikleenovereenkomst gewoon legale rechten. Zo. Weet je wat illegaal is? Dat is het kraken. Weet je wat illegaal is? Dat is mensen die bij mij werken intimideren, ja, zodat ik beveiliging voor ze moet regelen. Dat is illegaal. Nou, zo. Geen probleem, ik ben nou eenmaal iemand die zo reageert. Maar snap dit nou even. En op het moment dat je dus over bruikleen spreekt en dus de indruk wekt dat het alleen maar een kwestie is van betalen voor gas en elektriciteit, dan kun je de indruk wekken dat dat geen huur is. Maar ik denk inderdaad dat dat een betrekkelijk grijs gebied is en dat je daar dus veel duidelijker over moet zijn. De anti-kraakbureaus die vroeger vaak opereerden als stichtingen zijn inmiddels uitgegroeid tot een bedrijfstak waar miljoenen in omgaan. De huisvrede wordt feitelijk niet geaccepteerd en ook de kosten die het anti-kraakbureau in rekening brengt kunnen niet inzichtelijk gemaakt worden. Men veronderstelt dat de vergoeding voor de nutsvoorzieningen is, maar in geen enkel geval betaalt het anti-kraakbureau voor deze. De bruikleenvergoeding lijkt dus niets anders te zijn als kale huur, maar dan zonder huurrechten. We vroegen mevrouw van den Burg wat hieraan te doen. Nou ja, daarom zei ik ook dat ik voor ben dat ze zichzelf, zeg maar, reguleren. Dat ze zelf zeggen van we certificeren ons. Als dan weet je of je met een club te maken hebt die zich aan bepaalde voorwaarden houdt. En daar zitten dit soort dingen dan ook in. En ook wat voor gedrag je vertoont. Want dan kan je zeggen, nou, ik heb met een gecertificeerde club te maken. En als iemand niet gecertificeerd is, dan weet je ook zelf, nou, daar kan ik wel of niet mee in zee gaan. Maar dan is minder duidelijk wat me te wachten staat. Van de circa 30 aanbieders van tijdelijk beheer hebben slechts 3 bedrijven zich ISO gecertificeerd. Kamerlot deed dit als eerste, ad hoc als tweede. Dat zegt helemaal niets. Dat betekent alleen maar dat intern bepaalde procedures worden gevolgd. Maar de inhoud van hoe kan ik daarmee veiligheid garanderen, in dit geval hoe kan ik daarmee behoorlijke huisvesting garanderen, daar zegt helemaal niets over. Dus dat het wordt inderdaad een soort marketing tool gebruikt. Want de meeste mensen weten niet wat het inhoudt. Die denken van, goh, interessant, hè? Mooie handtekening eronder. Mooi document. Zwemdiploma is ook mooi. Maar het heeft op zichzelf helemaal niets te betekenen wat betreft de zaken die ermee gegarandeerd worden. En hier moet je dus iets heel anders hebben dan een ISO-document om het te regelen. Dus bewoners hebben niet echt invloed op dat certificaat? Nee, het is voor ons juist heel erg belangrijk dat als wij het certificaat willen houden, dat de bewoners zich conformeren aan de manier van wonen die wij voorschrijven. Ja, dan kan het zelfs averechts werken, want dan wordt de schijn opgewekt dat dat nu ineens iets heel moois en iets heel netjes is, terwijl de realiteit kan afwijken. De certificering biedt dus geen enkele waarborg tegen privacy schendingen en hoge, niet inzichtelijk gemaakte bruikleenvergoedingen. Ook stellen anti-kraakbureaus allerlei aanvullende eisen. Kamerlotbeheer, die heeft dus geen bewakingsdienst in dienst. Die hebben dus mij. Ik word dus gezien als een ambassadrice. Maar ik krijg er niet voor betaald. Sterker nog, ik moet er een heleboel voor betalen. En ondertussen heb ik geen woonrechten. Ik mag niet langer dan een week uit die woning weg zonder hun toestemming. Feitelijk mag ik niet langer dan 3 nachten niet in het huis slapen. Dus gewoon op vakantie gaan. Dat mag al niet van meneer Kamerlot. Want ik moet ten alle tijde moet ik op die woning van ze passen zonder dat ik daar geld voor krijg.
Ja, ik vernam ook dat ja, als bewoners bijvoorbeeld op vakantie willen, dat ze daar een toestemming voor moeten vragen. Ja, we moeten het weten. Oké. Okay. Want als het nou leeg komt te staan tijdens die hele vakantie, is het toch wel vervelend. Want de reden dat die mensen er zijn, is dat wij een eigenaar de goedkoopste vorm van beveiliging hebben aangeboden. Ja, moeten ze wel zijn. Dus bewoners zijn ook een soortement van beveiligers? Ja, dat in woorden ja, in titels zijn het bewoners. Want ze hebben helemaal geen beveiligingsdiploma's of zo. Je krijgt een beetje het gevoel van dat je een werknemer bent, maar ondertussen ja, ben je gewoon een bewoner. Om de kwaliteit van het wonen te waarborgen, hebben wij controleurs die ongeveer één keer in de maand bij de bewoners binnenkomen om een kijkje te nemen of alles naar onze wens verloopt. En naar wens verlopen is eigenlijk, als je bijvoorbeeld een tuintje hebt, dat je deze bijhoudt. Maar wij werken wel met een waarschuwingssysteem. Als de bewoners deze na een week bijvoorbeeld niet in orde hebben gemaakt, krijgen ze een waarschuwing. En na 3 waarschuwingen, dan houdt het helemaal op. Okay. Dus hiermee wil ik eigenlijk aangeven dat het niet gewoon vrijblijvend wonen is, maar we gaan eigenlijk een samenwerking aan met de bewoners. En de bewoners moeten ook de panden beheren. Dat zijn ook een soort werknemers. Ja, zo kun je het een beetje zien. Ja. Op haar website stelt Adhoc: in samenwerking met professionele partijen zorgen wij ervoor dat bijvoorbeeld de groenvoorziening een verzorgde indruk maakt. Hierbij gaan we uit van de meest kostenefficiënte toepassing voor een hoogwaardige uitstraling van uw object. In de praktijk blijkt echter dat de bewoners deze taken op zich moeten nemen. Nu was het zo van dat ik een dreigement kreeg van je hebt een voortuin, die heb je niet bijgehouden. Als je dat niet doet, dan word je eruit gezet. Ieder grassprietje wat ik dus voor mijn deur had, heb ik er dus uit staan krabben uit angst voor represailles. En ik denk dat het een probleem is als die zaken met elkaar verstrengeld raken, zoals je aangeeft. Want dan begint het te lijken alsof daar allerlei eenzijdige eisen worden gesteld. En dat als je dat niet zou willen, maar je hebt toch wel erge acute behoefte aan een dak boven je hoofd, dat je dan gedwongen voelt om dat soort dingen te doen, dan zit je denk ik helemaal in een verkeerde categorie. In het contract staat vermeld dat bewoners verplicht zijn melding te maken van alle onregelmatigheden in, om en nabij het pand. Echter nog de eigenaar-beheerder, nog Adhoc Beheer, kan jegens gebruiker worden verplicht tot het plegen van enig onderhoud of enige reparaties aan het object. Kijk, we hebben niet alleen waarschuwingen, maar we hebben bijvoorbeeld ook heel simpel een standaard briefje gewoon bij ons van, hè, er zijn een paar puntjes waar je even op moet letten, van, hè, even gewoon weer scherp houden van, het is een goedkope vorm van wonen, maar het heeft inderdaad wel wat haken en ogen, dus bijvoorbeeld controlediensten, maar ook inderdaad, ja goed, wat de controledienst opmerkt op zo'n moment, dat daar ook gewoon netjes mee omgegaan wordt. Ik kijk mijn huis goed na voordat ik de deur uit ga, zodat ik zeker ben als ik thuis kom dat ik geen brief heb liggen. Ik heb ook vaak dat als ik thuis kom, dat het eerste wat ik doe is rondkijken of ze ergens nog een controlebrief hebben neergelegd. Dat vind ik persoonlijk geen gezonde situatie. Als ze dan op controle komen, dan vinden we het niet leuk om te horen te krijgen dat je niet netjes leeft. En ja, daar moet je wat aan doen. En als wij daar dan vervolgens echt woord bij het daad voegen omdat iemand zijn gedrag niet kan aanpassen en dus weg moet, dan krijgen we altijd te horen het is niet eerlijk. Bewoners moeten dus voldoen aan alle eisen van het anti-kraakbureau. Anders krijgen ze een boete of wordt de bruikleenovereenkomst opgezegd. In het contract staat vermeld dat bewoners het pand niet mogen laten benutten door andere mensen. En dat het niet toegestaan is feestjes of barbecues te houden. Waarom is dat? Je krijgt schade die oncontroleerbaar is, dus moet je het niet doen. Oké. Okay. Dus het mag niet en dat krijg je van tevoren te horen. En doe je het wel, ja, dat is ook echt meteen vertrekken. Directe opzegging. Ze stellen dus wel echt paal en perk aan. Je mag geen feestjes geven. Je mag niet langer dan zoveel dagen op vakantie. Of je moet toestemming krijgen. Dat is allemaal omdat je het bewoont, bewaakt en beheert. Maar dat bewaakt en beheert, daar krijg je geen vergoeding voor. Dus ondertussen kom je zelf met een hoop centen. De praktijk is dat men een antikraker voor veel meer gebruikt dan alleen maar het pand beschermen. Men vraagt ook geld. Men stelt aanvullende voorwaarden. Men laat de antikraker klusjes opknappen. De antikraker is een soort van bewaker die eigenlijk volgens de CAO bewaking betaald zou moeten krijgen. En als je zo gaat handelen met antikraakbewoners, ja, dan moet je ook niet gek opkijken dat ze op een gegeven moment huurbescherming gaan eisen. Of misschien erger nog, dat ze hun loon komen halen.
Om te kunnen wonen via Kamerlotbeheer zijn bewoners verplicht naast borg €300, administratiekosten €15, plaatsingskosten €50, ook een veiligheidspakket te kopen voor €50. Hierin zit een brandblusser, een rookmelder en smurfenspray. En die smurfenspray, dat is een of ander goedje wat blauwe verf schijnt te geven. Dus op het moment dat je iemand voor je hebt staan, dan kun je dat mee volspuiten. Waarom denk je dat Kamerlot jou deze smurfenspray heeft gegeven? Geen idee. Om hun opdrachtgevers te laten zien hoe secuur ze met de mensen omgaan waarschijnlijk. Nee, zo'n brandblussertje en zo'n rookmelder, daar kan ik nog iets bij voorstellen. Maar bij dit ding kan ik me helemaal niets voorstellen. En naar de opdrachtgevers wordt het als een service aangeboden. Maar ondertussen laten ze de bewoners hier financieel voor opdraaien. Dus ik kan mij voorstellen als inderdaad de bewakingsfunctie dominant is. Jij moet daar zijn en je wordt zelfs nog uitgerust met een paar hulpmiddelen om dat ook kracht bij te zetten. Dan moet er een moment zijn dat het inderdaad als een werkgever-werknemerrelatie geldt. Het is weer voer voor juristen. Er is ook al een heleboel in het verleden gebeurd waarbij men heeft bepaald hier ligt de grens net wel en net niet. Dus dat zul je ook hier moeten nagaan. Antikrakers zijn dus naast bewoner ook bewaker en beheerder die tijdelijk op leegstaand vastgoed passen om het te beschermen tegen allerlei leegstandsrisico's. Zij kunnen aan deze tegenprestaties echter geen enkele rechten ontlenen. Ze zijn geen echte bewoners, want ze hebben geen bewonersrechten. Ze zijn geen echte bewakers, want ze hebben geen diploma's. Ze zijn geen echte beheerders, want ze krijgen hiervoor niet betaald. Ze kunnen dus, als ze willen, zoiets aanstippen van, nou goed, dat vinden wij niet goed, dus los het maar op, doe je het niet, dan ben je je huis kwijt. Dus het is zo'n grijs gebied waarin we verkeren, dat alles is mogelijk en die onzekerheid levert een vorm van stress op en stress is nooit gezond. Maar dat lijkt me dus de kern van de zaak, dat aan de ene kant vind ik het logisch en te verdedigen dat je niet aan alle eisen kan voldoen en wil voldoen die bij de huurbescherming horen. Want dan was er geen sprake van tijdelijke verhuur. Maar je moet dus nadere eisen stellen, en die zijn er dus niet, aan welke dingen bepalen jouw rechtpositie. En als dat in de praktijk betekent dat het nagenoeg rechterloos is, ja, dan zijn we toch veel te ver doorgeschoten. Ik ben niet zo liefhebber ervan om wettelijk zeg maar een regeling te maken van antikraak. Dan zou ik liever de wettelijke regeling voor tijdelijke verhuur verbeteren. Ik denk zelf dat antikraak, die constructie, is op zich al rechteloos of bijna rechteloos. Dus dan ga je iets oplappen wat eigenlijk al helemaal niet deugt. En ik denk, met meer regels betekent alleen maar minder aanbod. En er worden ook een heleboel mensen nu mee geholpen. En zeker als je dan nog met een club te maken hebt die zijn best doet om je daarna weer ergens anders te huisvesten, ook in zo'n soort pand, denk dat een prima deal kan zijn. Er is geen landelijke wetgeving op het gebied van tijdelijk beheer. Zowel oud-vroomminister Ella Vogelaar als Eberhard van der Laan waren niet bereid om mee te werken aan een interview. Naast particuliere vastgoedeigenaren en woningbouwcorporaties werken bijna alle gemeentes in Nederland samen met antikraakbureaus. Maar een aantal die dit soort dubieuze zaken heeft bedacht, daarvan zou ik zeggen, daar moet je als gemeente absoluut geen zaken mee willen doen. Het gaat ook voor een corporatie. Bent u benieuwd naar regels die bewoners? Nee, eigenlijk niet. Nee. U ziet dat ook niet als de verantwoordelijkheid van Zaaias om daar. Nee, de verantwoordelijkheid van Zaaias is dat die woningen tot aan sloop optimaal beheerd worden. En onze verantwoordelijkheid is om dat goed te regelen met ad hoc in dit geval. De gemeente Lisse wist eigenlijk niet eens wat voor contract Kamerlot met mij aangegaan was. Op het moment dat de gemeente ook het contract wilde inzien, weigerde Kamerlot ook aan hun eigen opdrachtgever het contract te verstrekken. En ook aan de politie weigerden ze om het contract in te laten zien. Dus blijkbaar weet Kamerlot wel heel goed dat ze op het randje van het ontoelaatbare handelen.
Het niet hebben van huurbescherming heeft tal van consequenties. De huisvrede wordt feitelijk niet geaccepteerd. Antikraakbureaus stellen allerlei bepalingen en leefregels op die in huurcontracten niet staan, welke gekoppeld zijn aan waarschuwings- en boetesystemen. Het contract kan met een opzegtermijn van 2 weken zonder opgave van reden worden beëindigd. Bewoners hebben geen recht op vervangende woonruimte. De bruikleenvergoedingen worden niet gespecificeerd aan bewoners om eventuele aanspraak op huurbescherming te vermijden. Tevens zijn antikrakers naast bewoner ook bewaker en beheerder van het pand, maar zij kunnen aan deze tegenprestaties geen enkele rechten ontlenen. Veel gemeentes en woningbouwcorporaties werkten eerder met tijdelijke verhuur. Hierbij kan een pand tijdelijk tot maximaal 5 jaar worden verhuurd. Bewoners hebben hier wel een zekere vorm van huurbescherming en bijvoorbeeld een opzegtermijn van 3 maanden in plaats van 2 weken. Ja, het is natuurlijk totaal belachelijk. Tijdelijke verhuur is juist voor dit soort situaties in het leven geroepen. En als men dan denkt dat men daar onderuit kan komen door het tegen de zin van de wet in op een andere manier te regelen, dan zou de overheid, het zou toch wel gepast zijn als de overheid dan zegt van nou, we hebben deze wetten gemaakt, laten we die ook maar eens gaan naleven. Harm en Yvonne's benedenbuurvrouw Saria moest verplicht verhuizen vanwege kunstenaars die via Kamerlot in haar pand een atelier kregen. Daarna heeft ze 2 maanden ergens anders gewoond via Kamerlot, totdat ze ook daar weg moest. Nu woont ze thuis bij haar moeder. Het pand naast Diederik werd gekraakt. Als reactie daarop heeft Kamerlot een extern beveiligingsbedrijf in zijn woning geplaatst. Diederik en huisgenote Vera zijn per direct zonder opgave van reden op straat gezet. Natja is vertrokken uit Bosveld en heeft een huurwoning gevonden. Yvonne's contract is opgezegd vanwege het niet nakomen van de bruikleenovereenkomst. Door stankoverlast van de kunstenaars beneden was ze genoodzaakt in een caravan voor het huis te gaan wonen. Volgens Kamerlot verzaakte ze hierdoor haar aanwezigheidsplicht. Het vervangen van het slot en het zonder toestemming van Kamerlot spreken met de pers en eigenaar gemeente Lisse waren reden om haar contract te ontbinden. Ramses is vertrokken uit de wijk en heeft geen vervangende woonruimte gekregen. Vanwege optrekkende vervlucht van de kunstenaars beneden was ook Harm genoodzaakt te verhuizen. Via Kamerlot woont hij nu in Soest. Ook daar betaalt hij €350 per maand aan bruikleenvergoeding. De overheid heeft huurbescherming gemaakt en ook uitzonderingen erop. Maar het is diezelfde overheid die daar nu ook omzeilt. Ja, ja. Nou, ik denk zelfs dat je moet overwegen om het gebruik om niet uit je woorden te schrappen. Dat kennen we helemaal niet. Wij kennen gewone huur en verhuur en we kennen tijdelijke huur en verhuur. Meer smaak hebben we niet. Hebben die tijdelijke, daar gelden die en die regels voor. En het creatieve gebruik van gebruik en het omzeilen van huur. Ik denk dat je erg moet overwegen om dat gewoon uit je woorden te schrappen. Want dat leidt in de praktijk kennelijk tot, om niet. Die betaalt dus niks, heb je ook geen rechten. En dan krijg je dus inderdaad eigenaardige uitwassen die niemand zal willen. Behalve degene die er geld aan verdient. De huurbescherming die ooit uitgevonden was om de zwakke positie van de woningzoekende te beschermen, wordt nu door samenwerking met anti-kraakbureaus door de overheid omzeild. Puzzles, 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 puzz